Eigenlijk bestond mijn week uit heel veel momenten om mezelf te bewijzen dat ik geen probleem had. En de rest van de week was ik muziek aan het maken. En als zodra ik twee zinnen op papier had gezet, dacht ik zo, fucking productieve werkdag, ik ga zuipen. Dan was het van dinsdag tot en met zondagochtend vroeg, was het gewoon op pad en drinken. In deze serie date ik met mensen die je in het dagelijks leven niet zo snel tegenkomt. Ik weet wel waar we over gaan praten, maar nog niet met wie. Pils of gin tonic? Pils. Kotsen of complete blackout? Kotsen. Shotje of atje? Atje. Alleen drinken of met anderen? Met anderen. Deze week date ik met Daan. Hij was alcoholverslaafd. Hey Daan. Hey Ralf. Leuk dat je er bent. Ja. Hey, ja. Gebruik jij nou echt, of gebruikte je nou eigenlijk nooit alleen? Nee. Drank niet. Nee. Nooit? Het was, nee, nooit. Nee, ik heb heel veel gebloot toen ik wat jonger was. En dat liep één op één eigenlijk door in alcohol. En blowen heel veel alleen. Maar bij drank kon ik mezelf gewoon voorhouden van ja, als je dat alleen gaat doen, dan heb je echt een probleem. Dus die illusie dat ik gewoon kon ontkennen als ik gewoon niet alleen gebruikte, die was gewoon heel groot. Waarom dacht je dat je dan een probleem zou hebben? Omdat dat is wat ik van gewoon films en zo kende. Dat ik dacht, ah ja, maar hij is verslaafd, dat hij zit alleen thuis, zit hij wijn te drinken en dat is problematisch, zeg maar. Ik dacht gewoon, ja, als je op stap gaat, dan heb je geen probleem. Wel verslaafd zijn, maar dan altijd moeten drinken met anderen. Ja. Hoe ging dat? Goed. Ja? Ja. lekker. Ja, dat ging heel goed. Nou ja, omdat ik altijd mensen om me heen had, door de loop van de jaren verandert je sociale kring en dan ga je alleen nog maar mensen om je heen verzamelen die zichzelf ook naar de kloot aan het helpen waren. En dat bestaat gewoon uit bij wildvreemden thuiskomen op afters. En waarin, misschien ken je wel zo'n after waar iedereen zit, waar je niemand kent en waar je echt voelt van, joh, iedereen zit hier op een eigen eiland. Grimmig, man. Ja, het is fucking grimmig. Ja. Fucking donker. Ik heb ook, als ik daar nu aan terugdenk, ik heb heel beeldende herinneringen, dan heb ik nooit het idee dat ik op een after heb gezeten waar überhaupt licht was. Terwijl dat is natuurlijk wel zo, maar ja, fucking duister en vies. En ja, lekker griezelen. Ja, heel griezelig. Ja. Wat voor mensen waren dat dan? Ja, lotgenoten gewoon, die ook naar de kloten wilden. Ja. Ja. Waarbij de mensen tussen zitten waarvan ik weet dat die nog steeds dat nu nog steeds doen. Maar ook mensen die op een gegeven moment hebben gekozen om ook nuchter gaan te leven. Maar wel, er zat niemand tussen die ooit om 10 uur naar huis ging. Maar wat is dan het grote verschil tussen een gezelligheidsdrinker en een verslaafde alcoholist? Ik denk dat een gezelligheidsdrinker kan stoppen om 10 uur en naar huis kan gaan. Omdat hij verantwoordelijkheid gaat nemen voor zijn werk, voor zijn sociale leven, voor zijn opleiding, whatever. En dat kon ik niet. Ja, maar ik ken ook veel mensen die zeggen van ik kan wel stoppen. Ik ga vanavond een keertje stoppen en dat lukt dan wel eens. Maar de volgende dag dan zijn ze weer aan het drinken of zo. Ja. Wat is dan het verschil? Ja, voor mij is er dan niet zo heel veel verschil. Omdat ik dat een stuk ontkenning vind. Maar ik denk met alcohol, het is zo genormaliseerd en zo geaccepteerd. Dat ik denk dat veel meer mensen daar problematisch drinken dan dat wij erkennen of zo. Ja, denk je dat echt? Ja, denk ik echt, man. Maar wat zijn dan de red flags die jij merkt als mensen stevig drinken bijvoorbeeld? Wanneer denk je van dit zit op het randje van verslaving? Liegen. Dan liegen ze heel veel. Okay. Ze liegen bijvoorbeeld over waar ze zijn, waar ze naartoe gaan, met wie ze zijn. Dat zijn de red flags. Ze manipuleren. Dus wat je eigenlijk krijgt is ze liegen om te kunnen gebruiken. En dat deed ik ook. Ik denk dat dat een verslaafde definieert. En wanneer ben je echt een beetje gaan beginnen met drinken? Eigenlijk nadat ik heel veel jaren heb gebloot. En toen wist ik dat blowen echt problematisch was. En daar stopte ik mee en toen ben ik 1-op-1 gaan drinken. En dat is ongeveer rond mijn 19e ongeveer geweest. Hoe bouwde dat op? Ja, mijn hele identiteit veranderde. Dus waar ik van een soort stoere, boze gast die blowde en in de criminaliteit zat en heel veel aan het vechten was, ging ik ineens naar een soort Frans-Duits transitie, dat ik dacht, wow, ik moet die feestgozer worden. En het sloop, ik had het door toen ik op een gegeven moment in de supermarkt kratten bier ging kopen, terwijl ik dat eerst helemaal niet deed. En dan mensen uit ging nodigen om te komen eten en drinken als een soort sociaal evenement. En ik denk dat ik toen wel eens door had van, raar, dit deed ik eerst helemaal niet. Had je nog niet het idee dat het problematisch was?
Nee, de eerste jaren van mijn gebruik helemaal niet. Nee, met drankgebruik, nee. Nee, ik dacht gewoon, joh, ik ben hier hartstikke goed in. Je kan gewoon goed drinken. Ja, en dat had ik ook gecreëerd. Dus mensen om me heen die dat ook vonden, zelfs de wereld waarin ik werkte, was dat normaal, zeg maar. En ik kom uit de muziekwereld, daar was dat heel normaal. Dus ik was helemaal een soort identiteit gaan aannemen op het drinken. Ja, want hoe lang was je ongeveer verslaafd? Nou, ik geloof dat je voor altijd verslaafd bent, alleen tussen de 5 en de 7 jaar. Dat echt die obsessie, maar ik ben actief, ik denk 15 jaar in gebruik geweest. En dan heb ik het over obsessief het gamen, blowen en drinken. Hoeveel dronk je dan ongeveer op een avond? Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat ik nooit heb geteld of zo. Maar ik denk dat een schatting? Ja, ik denk gemiddeld 20 bier, denk ik. Als ik in de kroeg, als ik op stap ging. Ja. Gemiddeld, denk ik. Sterke drank? Nee. Nooit sterke drank? Nee. Waarom dat dan niet? Omdat ik echt met zowel harddrugs als sterke drank, ik de illusie had van, joh, dadelijk verlies ik controle. Want hoe zag een week er dan uit? Nou, ik had heel vast altijd bijvoorbeeld dat ik op zondagavond, dan dronk ik niet. En op maandagavond dronk ik eigenlijk niet. Daar zat een soort van stok achter de deur van, oké, als ik dat niet hoef, dan heb ik geen probleem. Eigenlijk bestond mijn week, als ik nu ook zo met jou praat, uit heel veel momenten om mezelf te bewijzen dat ik geen probleem had. En de rest van de week was ik, overdag was ik of muziek aan het maken. En dan zodra ik 2 zinnen op papier had gezet, dacht ik, zo fucking productieve werkdag, ik ga zuipen. En dan was het van dinsdag tot en met, ja, zondagochtend vroeg was het gewoon op pad en drinken. Gewoon finaal naar de kloten gaan. Ja. Ik had wel eens mensen om me heen die naar huis konden. Ja, dat wilde ik niet. Ik wilde niet meer naar huis. Want thuis was mijn link met eenzaamheid en daar wilde ik niet naar terug. Wat was dan precies het moment dat je besefte dat je verslaafd was? Rond mijn 23ste. En toen wist ik van, oké, ja, dit is echt een probleem. Alleen, ik heb nog wel heel lang in de ontkenning gezeten. Ik denk tot mijn 25ste, dat ik wist van, oké, als ik nu een maandje niet drink, dan heb ik allemaal van dat soort dingen. Dus dry January, dat ik aan mezelf kon laten zien van, ah ja, ik heb helemaal geen probleem. En lukte dat? Ja, dat lukte. Ja. Omdat ik heb veel wilskracht. Alleen, dan ging ik die maand daarna dubbel zo hard. Maar ik had wel aan mezelf kunnen laten zien van, ah ja, maar dan valt het toch mee. Ja. Ja, heel veel kijken naar anderen. Van, joh, maar ik woon niet onder een brug of dat soort dingen. Hoe reageerde je omgeving daar dan op? Nou, de mensen die dicht bij me staan en die nu nog dicht bij me staan, die hebben op een gegeven moment wel gezegd, joh, maak ons zorgen, je helpt jezelf naar de kloten. Ik duwde hen dan weg. Zodra mensen doorkregen, wilde ik ze weg hebben. Want ik wilde gewoon gebruiken. En als je je daarin betrapt voelt, ja, dan wil je niet. Dus wat zei je dan? Nee, maak je geen zorgen, maar dan belde ik ze daarna niet meer. Of ik reageerde niet meer op berichten. Het hele leven, mijn hele leven, draaide om mij en mijn gebruik. En iedereen die er iets van vond of die er op of aanmerkingen over had, die eigenlijk niet meebeweegde in die verslaving, ja, die moest gewoon wijken. En wat dan als ze zeiden van, laat je me nou weer zitten, wat ben je aan het doen? Wat zei je dan? Dan werd ik echt heel manipulerend. Dus dat ik zei, joh, hoezo twijfel je aan mijn verhaal, hoezo noem je me een leugenaar? Ja. Meteen terugspelen. Ja. Ja. Hoe is het om nu om daar nu over na te denken wat je hebt gedaan? Ja, beschamend. Het is beschamend gewoon dat je mensen die van je houden pijn doet om iets te gaan. Als je het heel zwart-wit bekijkt, is het heel gek dat je mensen om je heen laat vallen om iets heel destructiefs gaan te doen. Maar dat is wel echt wat verslaving doet. Ja. Dat is heftig, man. Ik vind dat beschamend. Wat is het ergste dat je hebt gedaan? Overal, gewoon mijn moeder de tering laten krijgen. Ja. Dat is het meeste. Gewoon iets wat heel structureel gebeurde, jarenlang. Dat doet de meeste pijn. Hoe heb je dat toen gedaan? Door met kerst er niet te zijn, door met haar verjaardag er niet te zijn, door afspraken met haar te maken waar je niet komt opdagen. En door heel erg te wijzen naar haar. Ja, maar jullie hadden mij anders moeten behandelen toen ik jong was. En ja, dat is pijnlijk, man. Dat heeft mijn moeder echt veel verdriet gedaan. Ja. Ja. Wat was het moment dat je echt besloot om te stoppen? Ja, dat is jaren later pas geweest, toen ik op een gegeven moment een paar dagen achter elkaar had gedronken.
En ik werd wakker op de bank. Je eigen bank? Ja, mijn eigen bank. En er was een van mijn beste vriendinnen, die was bij me. En dat is tot de dag van vandaag wel nog steeds een van mijn beste vriendinnen. Dus zij was een gezonde relatie, een gezonde vriendschap. Ja. En zij vertelde mij op een gegeven moment, ze ging gewoon iets uit de koelkast pakken. Ze stond op en ze wilde iets uit de koelkast pakken. Ik werd zo fucking bang, zo angstig. Ik zei, niet weggaan, niet weggaan. Gewoon helemaal in mijn hoofd, helemaal paniek. En zij zegt, joh, ik ga gewoon iets uit de koelkast pakken, man. Doe eens even normaal. Wow, en toen dacht ik wel, ik ga nu stoppen met drinken en ik ga nooit meer, ik wil hier nooit meer naar terug, wat ik nu voel. Hoe ging dat dan verder? Dus je besloot om te stoppen? Ja. Hoe ben je echt gestopt? Nou, in eerste instantie dacht ik, oké, dan ga ik nu komende week ga ik nuchter zijn. En dat lukte. En toen dacht ik, oké, ja, dan maak ik daar 2 weken van, maak ik daar 1 maand van, maak ik daar 2 maanden van, maak ik daar 1.5 jaar van. En eigenlijk ging dat op wilskracht. Dus wel, ik heb toen wel ambulante verslavingshulp gezocht, maar dat was, die kreeg ik ook nog wel redelijk voor de gek gehouden. En dan niet, ik was clean, maar ik kreeg ze wel gedragsmatig voor de gek gehouden. Dus bepaalde dingen waarvan ik zei, ja, maar dit doe ik niet, die ik eigenlijk nog wel deed. Dus, zoals? Nou, liegen, mensen manipuleren, dat soort dingen. En ik denk 1,5-2 jaar wilskracht niet meer terug willen naar dat gevoel. En uiteindelijk ben ik het 12-stappenprogramma ingegaan. En ben ik heel erg aan de slag gegaan met het gedrag. Ja, want wat heeft dat 12-stappenprogramma dan met je gedaan? Het heeft me in elk geval wat beter leren te verdragen. Dus dat... Je moet gelijk lachen. Ja, ik moet lachen, omdat ik de emotieregulatie heb van een kleuter. Van een kleuter, man. Ja, als er iets gebeurt, dan... ik ben nog steeds gewoon een klein kind eigenlijk, ja. Snap je? Als iemand mij iets vertelt wat me verdrietig maakt, ja, dan reageer ik... Ja, ben ik gewoon een kind, man. Ja. Dus tot mijn 25e heeft die emotionele ontwikkeling echt stilgestaan. Dus toen ik dat 12-stappenprogramma ging doen en moest gaan verdragen en dat ik... Je hebt een sponsor en die vertelt je, die is langer clean en die gaat je dingen vertellen. En die zei, joh, je moet gewoon vertrouwen dat het goed komt. Ja, dat kan een verslaafde helemaal niet, joh. Een verslaafde die heeft nu een probleem en die wil direct naar de oplossing. En de oplossing was voor mij altijd gebruik. Als je dan in één keer nuchter moet gaan vertrouwen dat iets wel goed komt, daar moest ik op lachen. Ja, dat ja, verschrikkelijk. Zat er helemaal niet in, joh. Nee, zelfs als 's ochtends iemand tegen me vertelde van... Hey, ik moet je aan het eind van de middag nog even spreken. Zo, jongen, dan dacht ik, tegenglijden, vertel dat nu even, want dan zat ik heel de dag in mijn kop te malen dat ik denk, joh, hij komt me dadelijk vertellen dat ik, of ik op werk, dat ik ontslagen word. Ja. Wat heb ik verkeerd gedaan? Terwijl, ja, dat is bijzonder hoe dat werkt. Maar hoe was dat dan, om dus al die dingen voor het eerst weer te leren? Ja, confronterend, vond ik dat. Confronterend omdat je wordt geconfronteerd met het stuk eigenwaarde waar we het eerder over hadden. Ja, dat was niet heel erg hoog. Nee. Maar ga maar eens voor de eerste keer nuchter op date. Zo. Ja, daar moet ik niet aan denken, hoor. Ja. Ja, of nuchter in de club. Ja, dat doe ik. Ik ben nog wel eens nuchter uitgegaan, maar ik heb dat doe ik ook niet zo heel veel. Uitgaan is voor mij nu naar een concert gaan of wat dan ook, weet je wel. Hoe is het nu dan om helemaal clean te zijn? Ja, ik zou niks liever meer willen. Ja? Ik vind dat heel... Daar ben ik wel heel trots op. Ja. En ik ben daar ook... het geeft me heel veel rust in mijn hoofd. Het is niet meer zo'n enorme warboel van gedachten die ik niet gevangen krijg. En heb je dan nu nog wel eens van... ik zou willen dat ik weer een biertje kon drinken? Nee. Dat gevoel heb je helemaal niet meer? Nee. Ik heb toen vooral heel vaak de gedachte gehad, zo zeg maar de eerste 2 jaar dat ik nuchter werd, had ik heel vaak de gedachte van, waarom kan ik dit niet en kan hij dit wel? Een soort verongelijkt, van joh, hoezo kan hij wel drinken en ik er niet? Ja. Zo heb ik een probleem. Ja, dat heb ik niet meer, man. Nee, ik vind het inmiddels meer een zegen dan een probleem, maar ik ben me wel bewust, ik ben in alles nog steeds, ligt obsessie op de loer. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik zou je heel graag vertellen van, joh, nu is alles opgelost, maar dat is helemaal niet zo. Ik moet vanochtend nog steeds met mijn sponsor bellen dat ik dit ga doen wat ik nu aan het doen ben. En dat ik
zenuwachtig ben, omdat ik het idee heb van joh, zitten ze erop te wachten en dat soort dingen, weet je wel. Dat golft nog steeds door mijn hoofd. Ja. Alleen ik weet inmiddels wel hoe ik ermee moet omgaan en ik heb er geen alcohol of drugs meer voor nodig. Had je hier normaal wel voor gedronken, bijvoorbeeld voor dit interview? Enigens wij dit 10 jaar geleden hadden gedaan wel, ja. Ja? Ja, zeker. Hoe had je hier dan gezeten? Met jou ook, denk ik dan. Want dan denk ik dat ik tegen jou had gezegd, joh, zo even 1 biertje voor de zekerheid doen dan? Ik weet het niet, man. Dan had ik er wat ontspannender bij gezeten, denk ik. Ja, want heb je het een keer als moeilijk gehad, bijvoorbeeld? Dat je weer in de verleiding kwam? Ja, zeker. Het eerste jaar, dat je eerste jaar kerst hebt en oud en nieuw. Ik vind december echt een moeilijke maand. Ja. Een eenzame maand. Ja, en al die feestdagen. Ja, dat, nu niet meer, toen wel. Oh ja. Ja. Carnaval, ik kom uit, ja, oh ja. Je hoort het, ik kom uit dat was Eindhoven. Eindhoven, ja. Dat was de eerste keer, dacht ik, zo, dit is heftig. Ja, en niet, ik was er niet, hè, maar gewoon intern. Dat oh, ik je dacht, was er niet nee, eens? Nee, ik was er niet eens. Ik zat op de bank, ik dacht, ik moet. Waarom was je niet gegaan? Omdat dat een van de grootste triggers was voor mij, de eerste 2 jaar. Omdat ik een soort van, iedereen, heel Brabant heeft een excuus om gaan te drinken. Ja, man, ja. En ik mocht niet meer, zo voelde het. Dus ik had me daarop ingesteld en ik was naar de eerste keer ben ik naar Parijs gegaan. En dacht ik, ah, dan is dat iets wat ik ga doen. Goeie. Wow, maar toen zat ik in Parijs met echt een lijpe onrust dat ik denk, ik moet drinken, man. Ja. Ja, ik denk dat erbij hoort. Weet je wanneer het een probleem wordt? Als je daarover gaat liegen. Dus als je gaat liegen van, oké, ik heb nu zin in alcohol, maar je gaat net doen alsof het er niet is. Ik heb mensen gebeld die langer clean waren en ik zei, dit is aan de hand. En zij zeiden, dat is heel normaal. Ja. En toen dacht ik, oké, relax, ik ben niet de enige die dat heeft. Mis je die roes nog wel eens? Haal je nog ergens die roes vandaan? Ik vind ergens wat rustiger en gestructureerder leven inmiddels ook best wel... Het geeft me best wel veel overzicht en ik merk dat me dat best wel veel rust geeft. Maar ja. Het is wat minder dynamisch, het is wat minder hoog, wat minder laag, het is wat meer in het midden. Ja, vind je dat jammer? Nee, vind ik fijn. Ja? Ja. Ja. Stabieler? Ja. 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 Het was zo lang onstabiel, het was zo lang onveilig, dat ik stabiel en veilig nu heel fijn vind. Wat vind je ervan dat alcohol zo genormaliseerd is? Ja, ik vind dat echt schandalig. Omdat het eigenlijk de meest common drugs is die er gewoon wordt gebruikt. En we maken gewoon reclame daarvoor. We maken gewoon, het zou heel raar zijn als er op tv reclame was voor coke, bijvoorbeeld. Dus ik vind dat, ja... Schandalig. Kan je nog wel naar feestjes waar wel gedronken wordt? Ja, zeker. Het is mijn probleem en niet het probleem van de mensen die daar zijn. Ik heb ook niet meer dat ik op zo'n feestje sta en denk, ik moet nu. Nee, dus ja. Irriteer je dan niet aan iedereen? Ja, op een bepaalde tijd, als ze echt in mijn oor beginnen te schreeuwen en tegen me aan beginnen te lopen, maar dan ga ik naar huis. Wat kan ik doen als ik denk dat iemand om mij heen een alcoholprobleem heeft? Ja, dat is een super moeilijke vraag, omdat de machteloosheid ontstaat altijd eerst bij de naaste en dan pas bij degene die gebruikt. Ja, je zou een keer een gesprek aan kunnen gaan met diegene of dat iemand laten doen, maar dan niet vanuit verwijt van ja, jij bent verslaafd, maar gewoon joh, vertel eens, we maken ons zorgen. Maar het besef moet intrinsiek ontstaan bij degene die verslaafd is. En anders gaat alle hulpverlening niet werken, omdat diegene het gewoon nog niet klaar voor is. Wat voor opmerkingen krijg je van mensen als je zegt dat je niet drinkt? Zo. Ja, fucking goede vraag. Omdat de eerste reactie altijd is, A2, altijd, waarom niet? En de tweede is altijd, die vind ik heel ongemakkelijk. Vind je het wel oké als ik dan iets te drinken bestel met alcohol? Of alsof ik een soort... drogmonster ben wat zichzelf niet in toom kan houden, weet je wel. Ja, dat vind ik altijd echt schrijnend. Ja. En wat zeg je dan? Oh, niet doen, niet bestellen, help. Nee, ja, tuurlijk. Drink, ja. Oké, dat was hem. Mooi. Hey, wie is dan jouw favoriete artiest? Stromae. Stromae? Ja. Ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Vergeet niet te liken en te subscriben en laat weten in de comments wie jij hier zou willen zien zitten.